Goedemiddag en welkom allemaal bij deze eerste van drie themasessies. Met als onderwerp drie luikbruggen. In deze sessies gaan wij drie verschillende bruggen bespreken en daarbij drie verschillende technieken toelichten. Mijn naam is Brian Brongers. Ik ben onderzoeker bij TNO op het gebied van constructieve veiligheid. En vandaag begeleid ik deze sessie samen met Mick Barends van Bouwen met Staal. Deze sessie gaat over de Galenkopperbrug. Oh, ik krijg te horen dat we nog geen beeld hebben in de... Nu wel, kijk eens aan. Oké. Deze sessie gaat over de Galenkopperbrug in Utrecht. Normaal gesproken wordt deze sessie, als het een live sessie was geweest, zou het worden... Als dagvoorzitter zouden we professor Milan Velkovic hebben. Die is momenteel aanwezig als digitale voorzitter. Professor Velkovic is hoofd van de groep... Steel and Composite Structures aan de Technische Universiteit in Delft. Hij zal bij elk van de drie themasessies te gast zijn om de universiteit te vertegenwoordigen en iets te vertellen over het onderzoek wat loopt bij de universiteit. En in deze sessie zal hij iets vertellen over akoestische emissie en de projecten die de TU hiermee gedaan heeft. Daarna zal hij het woord geven aan Oscar Joostens, Mark Verbergt, beide van Rijkswaterstaat en Stefan Verdenius van TNO. Als u vragen heeft tijdens de presentatie, schrijf ze vooral in de chat op. Aan het eind van de presentaties hebben we 20 minuten ingelast voor eventuele vragen beantwoorden. Kunnen we dat doen. Dat was het van mijn kant wat dat betreft. Professor Velkovic, the floor is yours. Yes, thank you, Brian, for this kind introduction. And I will just share my screen to start my presentation. I hope you have said that the main meaning of presentations or introductions that I will give in the events of this theme series is to link it to our research at the TU Delft. The title of today's presentation is Acoustic Emission, and I am happy to announce that there are two colleagues that are helping to develop this research. Lu Cheng is a PhD candidate, and I have a huge help from Professor Roger Grew. He's at Delft Aerospace Non-Destructive Testing Laboratory. So he is helping me to give a good perspective and good guidelines to PhD students, because this is a quite new area for civil engineers. If you have any questions, please address it on my email address stated below this figure. It's a pity that we cannot see in live the laboratory Stevin 2, where we have facilities to do various type of tests. Just as an introduction for the acoustic emission, I will put that in perspective of different non-destructive techniques. And you see that one of these non-destructive techniques is really acoustic emission, suitable for the determination of the crack initiation and crack propagation. That is what we will try to develop. And I will show you a couple of slides related to this area. So basic applications of acoustic emission are quite complex. We have four different level of complexity. So far, we are successfully coping with the first two complexity levels. And the first one is based on continuous monitoring. We are searching for signals to identify structural behavior. It means that we can see if the material is passing from elastic to hardening or plastic or fracture state. The second complexity level is to observe or to monitor the damage, and especially early damage, the small cracks, so to say, especially in fatigue. And we are trying to even localize the damage. That is possible to relatively small areas where we put sensors quite close to the source of the damage. The level complexity 3 and 4, we have not come so far, but
that contains quantification of the size and type of damage, and the latest stage, which I see as the ultimate goal of acoustic emission in construction sector, is to predict remaining life of the structures. So I will just show you briefly areas and the preliminary, or not just preliminary, it's results of our experiments and our evaluation. Structural behavior, we have investigated high strength steel and mild steel. So you can see that in mild steels, we can detect a quite important part of the signals related to hardening effect and even yielding. Finally, you see maybe two weak dots where we have a final fracture, but that is available. We can capture these signals. Similarly, we have in high strength steel elastic region or onset of elasticity, and then the signals related to the after necking, we have a micro cracks and then a fracture of the specimen. For the cyclically loaded experiments, we have one very specific connection, so-called, that's connection used in offshore structures. We are able to detect micro cracks before we detect changes in signals by strain gauges, and that give us advantage of having estimation where this type of specimen is getting close to the ultimate limit state, or sorry, to the fatigue limit state. One of the important tools is related to finite element modeling, because it is important to use a finite element model just to improve the accuracy of predicting acoustic emission signals. Because what we can do, let's say we have experiments done on this relatively complex structure, concrete deck and steel beams. You see a lot of sensors placed on the beam. And what we are able to do is to do proper simulation where we can make excitement in the middle of the beam or any position, so you see how these waves are propagating. I can take also a look at the video simulation, so you can see the propagation of the signals. The problem with acoustic emission is reflection of the different boundaries, and that makes problem in detecting cracks and the changes of material. But once when you have validated finite element model, then you are able to make a better prediction using the natural neural network. So you can see in combination based on the finite element analysis, we put different features in input layers of artificial neural network, and then we can make our signals much more focused, so we can predict the position of the deformation. I just tried to move this window, but I'm not so successful with that at this moment. So you can see that we are able to make localization of the signals, indicating where we have cracks or where we have damages in material or in structure quite successfully. And my final slide for today is maybe the most related for the hollow copper bridge and the investigation of the cables. We have done investigation in laboratory condition where we could detect a number of the wires that are cracking. You see here with the red dotted lines, the increase of the load and the number of the signals which are indicating the failure of the different wires in the cable. So based on this, we could also predict behavior and the status of the cable. Of course, we need to do a lot of experiments
to make a clear identification of the signal in laboratory and signals in situ. So that was my last slide as an introduction to the speakers and the speeches for today's event. Thank you for me. Okay, thank you, Milan. Yeah, yes. Thanks for the tip, and also thanks for your contribution on acoustic emission. Later on the presentation, I will mention something on the research on acoustic emission that we are doing at Rijkswaterstaat on the Galenkoppen Bridge. Voor nu, nou, welkom iedereen bij deze lunchlezing van Platform Stalen Bruggen. Mijn naam is Oscar Joostens. Ik ben staalconstructeur bij Rijkswaterstaat, GPO, afdeling Bruggen en Viaducten. Ik doe dit werk nu een jaar of 5 en ik heb hiervoor 10 jaar gewerkt als specialistisch rekenaar bij een ingenieursbureau. Ik ben daar vanaf het begin, vanaf 2016 betrokken bij het project Galenkoppen Brug. En ik wil graag in deze presentatie wat meer toelichten over de instandhouding van de brug en met name de tuinkabels van het zuidelijk brugdeel. De presentatie duurt ongeveer een uur en ik wil u meenemen naar het punt van de renovatie 2014 via de huidige instandhouding tot de geplande kabelvervanging in de herfst van dit jaar. Ik kan het niet alleen, dus ik heb ook een aantal collega's over het project gevraagd om mij hierin te helpen. Stefan Verdenius van TNO is bereid geweest om iets te vertellen over de proeven die hij heeft uitgevoerd in het kader van de instandhouding. TNO heeft een aantal proeven uitgevoerd. Stefan zal in de loop van deze presentatie een paar keer mijn verhaal onderbreken en die kleuren met zijn ervaringen. Maar ik wilde graag beginnen met Mark Verbergt. Hij is technisch manager van het project Galenkoppen Brug. We zijn allebei rond 2016-17 bij het project betrokken geweest. Het lijkt me interessant om even het beeld te schetsen van hoe het project er toen bij stond en hoe zich dat in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot dus de geplande werkzaamheden eind van dit jaar. Daar ben ik. Dankjewel voor de introductie, Ostar. Mijn naam is Mark Verbergt. Ik ben technisch manager van de Galenkoppelbrug sinds 2017. Ik heb daarvoor bij de provincie Zuid-Holland gewerkt aan de Rijnlandroute onder andere. En daarvoor was ik ook nog werknemer bij Sweco Grondmij. Momenteel dus bij de afdeling technisch management van GPO. En samen met een technisch team waar onder andere Ostar in zit. En niet te vergeten adviesbureau Arup en vaak ook TNO gaan wij met z'n allen over de techniek van de Galenkoppelbrug. Ik ben gevraagd, en dat wilde ik ook heel graag doen, om even kort te schetsen hoe de Galenkoppelbrug in het project Ring Utrecht ingebed is. Het is namelijk niet een op zichzelf staand object, hè, wat misschien zo lijkt als je het hebt over puur de tuivervanging. Maar de Galenkoppelbrug is wel degelijk onderdeel van het project Ring Utrecht, wat momenteel last heeft van de stikstofcrisis die in Nederland op bestuurlijk niveau aan de hand is. En waar nog op dit moment hier en daar wat onduidelijkheden zijn. Op deze dia zien we aan de rechterzijde een plaatje van het plangebied van het project Ring Utrecht. Met in blauw contract Noord, in groen contract Zuid en de oranje stip over het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat is dan de Galenkoppelbrug. Deze indeling is destijds zo gekozen om ook op advies van McKinsey volgens mij behapbare risico's voor aannemers te hebben en maximale aanneemsommen van rond de 500 miljoen. Dat is onze inschatting dat met deze verdeling dat bereikt wordt. De Galenkoppelbrug is er echter apart uitgehaald. En dat heeft ermee te maken dat de brug technisch heel complex is. Een geschiedenis al kent met behoorlijk wat grootschalig onderhoud. En daarom is vanuit het project besloten om de Galenkoppelbrug in een apart contract te stoppen. En het daardoor niet te laten ondersneeuwen in een groter wegencontract.
En hiermee krijgt het dus de specialistische aandacht die wij denken dat het verdient. Zoals gezegd, ik doe dat natuurlijk helemaal niet alleen. We doen het met een team van adviseurs van Rijkswaterstaat en van Arup. En regelmatig vragen wij ook TNO om advies hierin. Het contract Galik op de Brug is een ENC-contract. Dat heeft ermee te maken dat Arup een uitgebreid rekenmodel heeft van de brug. En dat we het erg lastig zouden vinden als Arup gelieerd zou raken aan een grote aannemer die dan ten opzichte van andere partijen die de klus willen hebben een enorme concurrentievoorsprong heeft. Daarom hebben wij gezegd, Arup is aan onze zijde gebonden als ontwerpende partij. Wij maken zelf het DO van de Galenkoppelbrug en daarom zetten we het in de markt als een engineering en construct contract. Even door naar hoe is dat dan planologisch juridisch allemaal ingebed. Het project Ring Utrecht heeft al vanaf december 2016 het eerste tracébesluit vastgesteld. Dat is toen, we zien hier op de foto nog twee ministers voor de huidige minister. En volgens mij iemand van de gemeente of van de provincie, daar wil ik er vanaf zijn. Maar wat we hier zien is dat er destijds naast de reguliere maatregelen ook een bovenwettelijk maatregelenpakket is toegevoegd. Hè. Dus extra geluidsschermen, extra fietspaden, om het ook voor de burgers in Utrecht zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zullen we maar zeggen. We zijn toen in procedure gegaan vanaf december 2016. De Raad van State heeft echter 2,5 jaar nodig gehad om tot een uitspraak te komen op de beroepen. En dat zat hem erin dat de programmatische aanpak stikstof, die wij gebruikten in het project, daarvan was niet duidelijk of die helemaal voldeed aan de Europese richtlijnen voor stikstof. Uiteindelijk heeft de Raad van State gezegd, het voldoet daar niet aan en heeft toen het tracébesluit vernietigd in juli 2019. Het project heeft toen een nieuw tracébesluit in december 2020 gepubliceerd. Dat is ook weer ondertekend door de minister en in procedure gebracht. En vrij snel daarna kwam er een uitspraak in zaken de Via 15. Dat is aanleg van de A15 aan de oostzijde richting de Duitse grens. En daarin is gezegd dat de rekenmethodiek voor stikstof, waarbij 5 kilometer geldt als invloedsgebied, niet voldoende is. En dat die grens op zijn minst moet worden opgerekt tot 25 kilometer. Nou, dat hebben wij als project ons ook te harte genomen. En daarom werken we nu aan een wijzigingstracébesluit, wat we in mei dit jaar willen publiceren. Dat is dat WTB mei 2022. En daarin hebben we gerekend met 25 kilometer invloedssfeer voor stikstof. En dan is vervolgens de vraag, wanneer is het tracébesluit dan onherroepelijk, zodat Ring Utrecht van start kan? Wat heeft dit allemaal te maken met de positie waarin wij ons heden ten dagen bevinden? Lange tijd was de lijn voor contract Galenkoppelbrug dat wij een integraal contract zouden vermarkten, in de markt zouden zetten. Het plan was om dat in maart 2021 te doen. Maar vanwege de Via 15 uitspraak van de Raad van State in zaken die stikstofgrenzen, werden wij als contract on hold gezet en moesten we dus wachten. En dat had ermee te maken dat in het integrale contract Galenkoppelbrug ook de verbreding is opgenomen. En je kunt een brug niet verbreden zonder tracébesluit. Dus met dat uitblijven en onduidelijkheid over het tracébesluit bevonden wij ons in de situatie dat we een Galenkoppelbrug hebben met schade aan tuien. Daar zal Ostar zo meteen nog veel meer over vertellen. En die schade aan de tuien die is ingegeven door corrosie. En die corrosie staat niet helemaal stil. En als je dan kijkt naar het feit dat we een tracébesluit hadden in 2016 reeds, dan zie je dat we inmiddels al
4 à 5 jaar in de vertraging zitten met de aanpak van de brug. En dat doet natuurlijk de tuien geen goed. We hebben toen gedacht van, hoe gaan we hiermee om? Hè? Wachten we nog langer op een tracébesluit waar onzekerheid omheen hangt? Of gaan we het contract uit elkaar halen, zodat je de tuien apart in de markt kan zetten? Nou, op dat moment dat we daarover aan het nadenken waren, in het voorjaar van 2021, werden er nieuwe draadbreuken geconstateerd bij de inspecties. En dat waren draadbreuken die plaats hebben gevonden op strengen, waar ook de reeds uitgewerkte kabelklemmen, bypasses, waar Ostar zo meteen meer over gaat vertellen, geïnstalleerd waren. Dus nieuwe draadbreuken op plekken waar al een versterkingsmaatregel was toegepast. En daar werden we met z'n allen toch wel een beetje onrustig van. En toen hebben we gezegd, we moeten nu echt de tuivervanging versnellen. Dat hebben we gedaan door een akkoord te vragen aan de minister voor een 1-op-1 aanbesteding vanwege het ingeding zijn van de constructieve veiligheid op termijn. Hè. Dus niet acuut, maar langer uitstel zou mogelijk constructieve veiligheid op termijn in gevaar kunnen brengen. Dus zo snel mogelijk tuivervanging. En dat hebben we gedaan. Tenminste, de procedure daarvoor hebben we inmiddels doorlopen. We zijn met een aannemer in zee. Dat is KWS, die ook de renovatie van de brug gedaan hebben en de voegen hebben vervangen van de brug in 2019. En onder dat contract is er een wijzigingsovereenkomst opgesteld. En hebben we met de 4 Europese tuileveranciers, waarvan wij dachten dat ze deze klus zouden aankunnen, een mini-competitie gedaan, zodat die klus toch nog met concurrentie in de markt is gezet. Fréginet is daar als winnaar uitgekomen en wij staan nu dus aan de vooravond om in de zomer te starten met de tuivervanging en nog diverse andere onderhoudswerkzaamheden aan de Zuidbrug. Zover mijn verhaal over het planologisch juridisch ingebed zijn van de Galenkoppenbrug in Ring Utrecht. Er komt nog een kort filmpje en daarna neemt Ostar het woord weer over. De Galenkoppenbrug in de A12 bij Utrecht is de op één na drukste brug van Nederland. Zoals elke brug heeft hij onderhoud nodig om veilig te blijven. Van 2022 tot begin 2024 voeren we daarom werkzaamheden uit aan de Zuidbrug. Op de Zuidbrug richting Arnhem vervangen we de tuien. Dit zijn de stalen kabels die het brugdek dragen. De tuien vertonen roestvorming en naderen het einde van hun levensduur. In 2020 hebben we daarom al versterkingsklemmen aangebracht onderaan de brug. De tuien van de Noordbrug zijn de komende jaren nog niet aan vervanging toe. We versterken en conserveren straks eerst de pylonen waaraan de tuien vastzitten. Daarna plaatsen we stuk voor stuk de nieuwe tuien. Dat doen we als volgt. Per pyloon plaatsen we 4 nieuwe tuien, boven en onder de huidige tuien. We vervangen de tuien 1 voor 1. Iedere tui zetten we vast in het brugdek. Als de nieuwe tuien op spanning staan, kunnen we de oude veilig verwijderen. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer grotendeels gebruik blijven maken van de brug. Maar alle rijstroken zijn versmalt. Op de A12 is de oprit vanuit Nieuwegein richting Arnhem de gehele periode afgesloten voor al het verkeer. En er zijn omleidingen. Bij het op spanning brengen van een tui sluiten we voor de veiligheid de Zuidbrug tijdelijk helemaal af voor het verkeer. Ook bij sommige andere werkzaamheden is het nodig om in de nacht of in het weekend de Zuidbrug af te sluiten. De verwachting is dat de werkzaamheden voor forse verkeershinder zorgen. Samen met de aannemer bekijken we hoe we het werk zo goed mogelijk kunnen plannen en uitvoeren. Op de Noordbrug richting Den Haag is over enkele jaren ook onderhoud nodig. We behandelen de bestaande tuien en pylonen met beschermend en versterkend materiaal. Dit is regulier onderhoud. Op termijn vervangen we ook de voegovergangen. Met deze en andere maatregelen zorgen we dat de Galenkoppenbrug veilig blijft. U heeft in het filmpje gezien wat we aan de tuien gaan doen. U heeft ook gezien dat de
De aanleiding voor het vervangen van de tuien zit in de corrosieproblematiek aan de tuien. Met name aan de, of eigenlijk alleen aan het zuidelijk brugdeel. En nou goed, daar willen we in deze presentatie wat meer aandacht aan schenken. Nou, die problematiek aan de tuien die kwam aan het licht vlak voorafgaande aan de renovatie in 2014. De renovatie dat was onderdeel van het PRB, programma Renovatie Bruggen. Nou, je ziet hier een krantenartikel uit die tijd, vrachtverkeer put bruggen uit, waar een aantal bruggen met een orthotroop stalen rijdek in Nederland die schades begonnen te vertonen, nog voor het theoretische einde van de levensduur. Dat is tegenwoordig bekend als vermoeiingsschade. Er zijn in de Eurocode ook detailcategorieën voor echt de details van orthotrope rijdekken opgenomen. Maar de bruggen waar het om ging, uit de jaren 60, 70, daarin was nog geen rekening gehouden met vermoeiing. Er was ook niet rekening gehouden met een dergelijke toename van vrachtverkeer, toename van aslasten, ontwikkelingen als het ontstaan van een nieuw bandtype, de super single band. En die leiden tot hoge geconcentreerde belastingen en dus ook hoge spanningen in het orthotrope rijdek. En met name die lasaansluitingen in het orthotrope rijdek. Ik heb hier een plaatje van. Een orthotrope rijdek bestaat uit dwarsdragers. Met daar overheen een stalen dekplaat die verstijfd is met langsverstijvers. Er zitten allemaal lasdetails in. En door hoge lokale belastingen, spanningspieken, ontstond daar schade. Nou, het programma Renovatie Bruggen was opgezet om daar een oplossing voor te vinden. Maar ook om de oorzaak daarvan te kunnen duiden. Nou, die oorzaken heb ik u toen net genoemd. Qua oplossing is er uitgekomen uit onderzoek dat een overlaging van het stalen dek met een hoge sterkte beton. Dat hoge sterkte beton dat spreidt de lasten uit de wielen over het dek en levert daardoor lagere piekspanningen in die vermoeiingsgevoelige details. Nou, dat HSB is zwaar gewapend, zit wapening in, zit vezels in. Heeft ook een bepaalde minimale dikte en is daarmee zwaarder, heeft een hoger eigen gewicht ook dan de traditionele gietasfaltoverlaging. En dat betekende dat de bestaande bruggen herberekend moesten worden of zij, voordat HSB kon worden toegepast, of zij in staat waren om die belasting, die hogere belasting uit het HSB, uit die HSB-versterking op te nemen. Nou, de Galenkoppenbrug was een van die bruggen die te maken had met vermoeiingsschade. En is ook herberekend. En uit die berekening bleek dat de huidige of de toenmalige hoofddraagconstructie niet in staat was om dat extra gewicht op te nemen. Nou, je ziet hier een foto tijdens de uitvoering van de versterking, want er zijn versterkingsmaatregelen ontworpen. Dit is een stalen kokerligger, een voorspanligger wordt dat genoemd. Die is aan de weerszijde van de brug bevestigd om een deel van het permanente gewicht op te nemen. Nou, de Galenkoppenbrug bestaat uit twee brugdelen. Ieder brugdeel heeft aan weerszijde een stalen koker. Die is aangebracht terwijl de brug was opgevijzeld. En het moment dat de brug werd afgelaten, kwam die voorspanligger op spanningen. De voorspanning, zoals dat, waar hij zijn naam aan ontleent. En neemt dus een deel op van de permanente belasting. Nou, je ziet hier ook een foto van net na de renovatie. Je kunt heel duidelijk zien dat de HSB is nog vers. De duidelijke grens tussen, bij de voegovergangen tussen de brug en het wegtracé. Nou, wat ziet u nog meer heel duidelijk? Dat de Galenkoppenbrug bestaat uit twee brugdelen. We kijken het vanaf de IKEA-kant. Aan de andere kant staat ons Rijkswaterstaat-kantoor. Deze kant van de IKEA, dat is de Noordbrug. En aan de overzijde ligt de Zuidbrug. En over die tuien gaat het. Nou, als we dan kijken naar het hoofddraagconstructie van de Galenkoppenbrug, die is dus uitgebreid met de voorspanliggers. Die bestond oorspronkelijk uit een tuisysteem. Dat is in het rood weergegeven met pylonen met daar overheen doorlopende kabels. Hoofdliggers die zijn in het paars getekend, blauw paars. En na de renovatie is dat uitgebreid met in het roze de voorspanliggers. Als we daar een belasting, het rijdek is er even uitgehaald uit het rekenmodel. Als je daar een belasting opzet op het dek, dan komt ongeveer deze verhouding
aan krachtenspel eruit. En de hoofdligger die draagt ongeveer 60% van dat gewicht op het dek. Het thuissysteem 30 en de voorspanligger 10. Het is een vrij complex samenspel ook tussen krachten. Dan kunt u zich wellicht voorstellen, Itai is ook een verend systeem, verschillende stijfheden. Daarnaast heeft de brug een aansluiting onder een hoek van 50 graden met het landhoofd. Nou, dat maakt ook dat het krachtenspel heel complex is. En u ziet hier bijvoorbeeld een figuur van het rekenmodel van ARUP met daarin een belastingconfiguratie in de uiterste grenstoestand. Nou, dat zijn geen belastingconfiguraties die je zo uit de mouw schudt. Dus dat is een vrij complexe krachtswerking. En nou, dit plaatje komt uit eindige elementen bijlage van ARUP. ARUP is ook betrokken geweest bij de renovatie van de brug. Dus dat betreft de HSB-overlaging en de versterking door middel van de voorspanliggers. En ze hebben hiervoor een rekenmodel opgezet dat tijdens en voorafgaand aan de renovatie is geverifieerd en gevalideerd door middel van metingen. Want die renovatie is namelijk voorafgegaan aan een grootschalig monitoringsprogramma door TNO. Je ziet hier een overzicht, een bovenaan zicht de helft van een half brugdeel, waar dus verschillende sensoren zijn aangebracht. Van de dwarsdragers, hoofdliggers, ook op de taaien en op het dek. En die hebben gedurende een lange periode gemeten, waardoor een beeld gekregen kon worden van de belasting, de vermoeiingsbelasting op de brug. Want dat ging bij de renovatie nogmaals om vermoeiing. En al deze waarden die uit dit soort sensoren komen, die konden gebruikt worden om een rekenmodel te valideren. Wat daar bijvoorbeeld ook uit is gekomen uit dit monitoringsprogramma, het belastingspectrum voor een van de tuien. Nou, je ziet hier in de grafieken uitgezet op de verticale as de hoogte van de spanningsrimpel in de tui. En op de horizontale as het aantal keer dat deze wisseling voorkomt. En dit weergegeven voor vier verschillende tuien. En dat is een periode opgeteld van 3 weken. Nou, wat misschien wel opvalt is dat de hoogte van de spanning vrij laag is. De locked coil cable of het kabeltype voor de Galenkoppenbrug heeft een detailklasse van 150 MPa. Dus een spanningsrimpel van 40 op die 3 weken, maximale spanningsrimpel van 40 is vrij laag. De taaien die dragen dan ook met name het grootste deel permanente belasting en niet zozeer de veranderlijke belasting uit het verkeer. Wat is nog meer gemeten in dit monitoringsprogramma? Nou, bijvoorbeeld de kracht in de taaien. Dat kan met de zogenaamde taut string methode. Dat wordt een op normaal kracht belaste staafelement in trilling gebracht. En op basis van de frequentie, eigen frequenties, kan dan bepaald worden wat de kracht is in dat element. Uitgaande van het statisch systeem. Nou, hier ziet u bijvoorbeeld, dat is een intermezzo. Een formule hoe dat afgeleid kan worden. Dus de relatie tussen een eigen frequentie en helemaal rechtsbovenin de normaalkracht in de kabel. En daar kwamen dus ook dit soort tabellen uit waarin de krachten in die taaien uitgezet waren. En die konden ook weer gebruikt worden als het valideren van het rekenmodel. Goed, daarnaast is de brug gevijzeld tijdens het aanbrengen van die voorspanliggers. En ook die vijzelkrachten die geven een indicatie, of een vrij nauwkeurige indicatie, van de oplegreacties. En dat is ook weer input geweest om het rekenmodel te kunnen valideren. Nou, daarnaast heeft u een overzicht gezien van de verschillende rekstroken die geplaatst zijn. En ook die konden weer met het rekenmodel nagerekend worden. En op die manier heeft een rekenmodel de werkelijkheid steeds dichter benaderd. En vanuit techniek is dat wenselijk op het moment dat je een kabels gaat vervangen. Dus dat toen de wens was om de kabels te gaan vervangen in de bestaande brug zonder het verkeer eraf te halen. Toen realiseerden we ons dat het belangrijk is dat we die werkelijkheid ook zo nauwkeurig mogelijk kunnen benaderen. Te meer omdat de brug is al versterkt. Dus de brug is al belast. Dus er zijn unity checks in die brug die al heel hoog zijn. Dus het is belangrijk om die constructieve veiligheid te kunnen borgen.
We zijn ook erg blij dat AREP naast de ervaring die ze hebben uit de renovatie ook blij zijn. Zijn we ook blij dat zij zijn aangehaakt bij deze kabelvervanging. Nou, ten behoeve van die renovatie is de brug volledig herberekend. Maar de eerste stap die je doet bij een herberekening is dat je inspecteert om te kijken dat dat wat je in het rekenmodel stopt, dat dat overeenkomt ook met de situatie zoals die is. En er zijn ook in die tijd, 2013 hebben we het over, inspecties uitgevoerd op de taaien. En bij de verankeringen van de taaien van de Zuidbrug werden geconfronteerd met draadbreuken en corrosie. Nou, je ziet hier op het linkerfoto een foto van de strengen zoals die aankomt onderdeks. Nou, die krassen in de conservering die duiden op het onderling verschuiven van draden van elkaar. Dus een indicatie voor een draadbreuk. Op de rechterfoto ziet u waar de streng het massieve stalen verankeringsblok ingaat. En dus ziet u veel bruine aftekeningen van roest die zich daar in die holtes bevindt. Nou, dat vonden we niet op één streng, dat vonden we bij verschillende strengen. Maar het frappante was dat het alleen was bij de Zuidbrug. En bij de Noordbrug hebben we niet dit soort tekenen van corrosie gezien ter plaatse van de verankeringen. Nou, om dat uit te leggen waar dat zijn oorsprong in vindt, moet ik toch weer even terug naar het plaatje van de hoofddraagconstructie. Nou, je ziet dus in de rood het tijsysteem, bestaande uit per brugdeel twee pilonen met daar overheen het doorgaand een tui. Nou, die tui die bestaat uit twee bundels van zes strengen. Dus elke tui die over een piloon heen gaat, bevat 12 strengen. Nou, de streng van de Galenkoppelbrug die wordt ook wel aangeduid als een locked coil cable. Uit de Eurocode is dat groep B2 type streng. En die bestaan uit zo'n 201 draden die worden geslagen tot een streng. Nou, dat heet dus het slaan van een streng. En dat is geen nieuw proces. Dit werd in de middeleeuwen ook al gedaan, hè? Het slaan van touw. Er werden vezels werden gesponnen tot draden. Nou, die draden ziet u hier op een baan opgehangen. En de persoon die daar werkte, de touwslager zoals dat heet, die slaat die draden tot een streng. Nou, dat zijn zo'n werkplaats heet een touwslagerij, ook wel lijnbaan genoemd. En het is wel grappig hè, dat in de 16e en 17e eeuw was het gebruik van dit soort touwen kwam in opkomst hè, door de zeevaart. De Nederlanders gingen de hele wereld over. En dus dit soort touwslagerijen, veel steden, middeleeuwse steden, die hadden ook een touwslagerij of een lijnbaan. Maar omdat dat behoorlijke lengtes had, hè, dus een paar honderd meter lang, werden die vaak buiten de oude stadskern gebouwd. En er zijn ook veel steden in Nederland die nu nog steeds wel ergens een lijnbaan hebben. En dat verwijst dus naar de touwslagerij uit die tijd. Nou, een ander dingetje wat ik op het internet vond, ook wel grappig was, is dat kan ik deze foto denk ik beter voor gebruiken. Kijk, er zit helemaal op het einde van deze rij mannen, er zit een rad wat ronddraait. Nou, bij een touwslagerij was er ook altijd iemand nodig die dat draaide, zodat die draden in elkaar geslagen werden. Daar werden vaak kinderen voor gebruikt, want dat was licht arbeid en die werden raddraaiers genoemd. Dat was ook wel een leuke feit dat ik tegenkwam in mijn zoektocht naar de herkomst van dit soort kabels. Nou ja, in de 19e eeuw, hè, eind van de 19e eeuw, industriële revolutie, is dit proces vervangen door machinaal proces. Dit soort machines ontstonden er toen. Nou, nu ziet u dat afzonderlijke draden tot een enkele streng worden geslagen. En tegenwoordig is dat enorm opgeschaald en zijn dit soort machines bestaan die. En nu ziet u dat echt enorme dikke draden worden geslagen tot een streng. Maar het is ook mogelijk om losse strengen weer te slaan tot een streng. En dat heet dan een wired rope. Dus de groep van dit soort kabels, dat heet wired ropes. Nou, in de civiele techniek is de toepassing vooral geweest de locked coil cable. Die is een tijd in zwang geweest. Nou, die kunt u herkennen, deze kabel aan de buitenste laag draden.
Dat heet ook wel de locked wires. Dat zijn Z-vormige draden en die grijpen in elkaar. Op het moment dat die kabel op spanning komt, worden ze tegen elkaar aangedrukt en vormen ze zo eigenlijk een laag die de binnenkant van de streng kan beschermen tegen invloeden van buitenaf. Er komt natuurlijk een conserveringslaag, wordt daar overheen gesmeerd. En de draden zijn afzonderlijk ook thermisch verzinkt. Maar die buitenste laag, dat is ook echt extra een maatregel voor de duurzaamheid. Nou, dan zit hij de drie lagen daarop, met, in het rood en in het roze. Dat worden zogenaamde half-locks genoemd. Dat zijn dus ronde draden en die worden afgewisseld met contra-draden, draden met een contra-vorm. En die dus ook voor afsluiting zorgen. En die binnenste lagen, dat zijn gewoon de ronde draden. En het is misschien wel goed om te weten, de middelste of de binnenste twee draden, dus de centrumdraad en de draad eromheen, of de draden eromheen, dat zijn de zeven. Dat zijn eigenlijk de tegenwoordige zeven strengs voorspandraden. Gewoon een combinatie van zeven draden die tot één streng worden geslagen. Nou, dit soort strengen wordt tegenwoordig niet meer toegepast, is ook uitgesloten in de eurocode. Maar in de jaren 70 nog niet. Nou, hier ziet u een foto van de uitvoer, tijdens de uitvoering van de bouw van de Galenkoppenbrug. Ik weet niet of dit de zuidelijke of de noordelijke brugdeel is. Dat, ja, die informatie moet ik u verschuldigd blijven. Nou, wat u ziet is dat de piloon inmiddels van dat brugdeel al is opgebouwd. En de strengen, de kabels zijn er overheen gedrapeerd. En worden aan weerszijden van de piloon verankerd aan de onderzijde van het dek. De brug is op dit moment opgevijzeld en op het moment dat de vijzels worden afgelaten, dan zakt het brugdek naar beneden en komen de taaien op spanning. Dat is nog een foto uit een artikel van Bouwen met Staal. Met het bovenste plaatje wordt dus de piloon opgebouwd. Het middelste plaatje zijn de taaien eroverheen aangebracht en in het onderste plaatje zijn de vijzels verwijderd, waardoor de taaien op spanning komen. Nou, het huidige thuissysteem, dus toenmalig werd dat gedaan met die locked coil cables. De huidige thuissystemen die bestaan uit een ander systeem. Het zijn parallel strand systems. Dat zijn parallele strengen. U ziet daar rechts onderin een streng, dus een zevendraads streng. Die zit in het vet en dan vervolgens nog met een HDPE buis eromheen. En die strengen worden allemaal in één grote buis samengebundeld. Dus ook nog eens een keer omgeven door een buis. En zijn daarmee veel duurzamer dan de locked coils die we op de Galenkoppenbrug hebben. Maar die locked coil cables die zijn in het verleden wel toegepast. En de ervaring die Rijkswaterstaat met het is nu opdoet met de problematiek aan de tuin van de Galenkoppenbrug, willen we ook mogelijk kunnen toepassen in andere projecten waar ook bestaande constructies zijn waarin geslagen kabels verwerkt zijn. Even weer terug naar de hoofddraagconstructie van de brug met de pilonen in het rood en de taaien die daar overheen gaan. Die taaien die grijpen aan weerszijden van het dek, grijpen ze aan in een verankering. Dat ziet er ongeveer zo uit. Op deze figuur ziet hij de strengen komen van links, gaan eigenlijk tussen de hoofdliggers door, komen ze in de verankeringsbalken. En achter die verankeringsbalken zitten massieve stalen blokken met een dikte van een halve meter. En daar zijn de strengen aan de achterkant zijn ze aan verankerd. Hier zit hier een doorsnede daarvan. En die verankeringsbalken die brengen dus eigenlijk die kracht uit die blokken, uit die strengen, brengen ze in de hoofdliggers. Nou, dat massieve stalen blok waar zo'n streng doorheen gaat, dat heeft een sparing, een opening waar die streng doorheen kan. En bij de Zuidbrug is die sparing marginaal groter dan de streng zelf. En in de Noordbrug is uit inspecties gebleken, is die sparing groter. Nou, het vermoeden is dat bij de Zuidbrug het water wat in dat verankeringsblok komt, condens of lekwater, dat is daar vacuüm ingezogen en komt daar niet uit, verdampt daar niet uit. En waardoor daar in die ruimte een permanent en corrosief milieu ontstaat. En dat is bij de Noordbrug minder het geval, of helemaal niet het geval.
Nou, dat kan verklaren waarom op de Zuidbrug zoveel strenge problemen hebben met corrosie en op de Noordbrug niet. Nou, de aanleiding van die inspectie in 2013 is een rekenkundige analyse gemaakt. En die wees uit dat de constructieve veiligheid op dat moment niet in geding was. Maar we hebben toen wel besloten om maatregelen te nemen. En die bestaat uit het plaatsen van een kast om die hele verankeringsconstructie heen. Helemaal afgedicht, waterdicht afgedicht, luchtdicht afgedicht. En waar ook warme lucht in werd geblazen. Zodat de ruimtelijke vochtigheid op een heel laag niveau gehouden kon worden. En het corrosieproces gestopt kon worden. Nou, op de linkerfoto ziet hij hoe die strengen van de bovenzijde in die klimaatkast verdwijnen. En op de rechterfoto ziet hij dat aan de onderkant van de klimaatkasten zitten luiken. Die kunnen open, zodat er nog wel inspecties plaats kunnen vinden. Nou, in een van die inspecties, dus ter voorbereiding van het vervangen van de tuikkabels, is ook weer de staat van de kabels in kaart gebracht. Die bleek verslechterd te zijn ten opzichte van 2013. Daarbij moet wel in gedachte gehouden worden dat we die werklocatie dus niet kunnen inspecteren. We kijken aan de buitenkant, sowieso aan de buitenkant van de streng, maar ook aan de buitenkant van het ankerblok. Er zijn methodes om daar in te kijken. Bijvoorbeeld met een endoscoop. Je ziet die drie foto's die met een endoscoop zijn genomen. Nou, ik denk dat je zich kunt voorstellen dat de meerwaarde van deze foto's niet echt heel groot is. Hè? Dat het bevestigt het vermoeden dat daar corrosie zit. Maar over de aarde of daar scheurvorming of draalbreuken zitten kun je op deze foto's niet goed zien. Professor Milan heeft in zijn presentatie ook wat andere onderzoeksmethoden de revue laten passeren. Nou, we hebben ook gedacht aan het uitvoeren van een röntgenonderzoek of iets met magnetic flux. Maar we hebben wel gemerkt dat er zoveel reflectie zit door die losse draden. Die zitten ook nog eens in een massief stalen blok. Dat we daar eigenlijk geen meerwaarde aan kunnen ontlenen. En dat we ons dus eigenlijk tot nu toe moeten verlaten op visuele inspecties. Nou, die visuele inspecties die worden momenteel maandelijks uitgevoerd door TNO. Stefan Verdelius van TNO die heeft veel op de brug gezeten, zit nog steeds wel eens op de brug. En het leek me leuk, Stefan, als jij de kijkers iets kon vertellen over hoe zo'n inspectie in zijn werk gaat. Zo, dankjewel Osta voor je introductie. Goedemiddag allemaal, ik zal even in beeld gaan staan. Mijn naam is Stefan Verdenius, werkzaam bij TNO in het team Constructieve Veiligheid. En daar zit ik in het team wat zich bezighoudt met vermoeiing van stalen bruggen. Ik zelf ben ook in die hoedanigheid veel betrokken bij de Galenkoppenbrug. En sinds een paar jaar ook met enkele collega's betrokken bij de inspecties op de brug. En in een paar korte slides wil ik u even laten zien hoe die inspectie in zijn werk gaat. Ostal heeft gelukkig al heel veel begrippen genoemd, dus dat gaat voor mij een stuk makkelijker maken. Hier nog één keer de locaties waar we het over hebben. Dus in totaal zijn er 4 verankeringen. 2 zijn er boven water, 2 boven land. En we doen dus een maandelijkse visuele inspectie. En eigenlijk de kern, zoals ik zou willen verwoorden van die visuele inspectie, is dat er veel beperkingen zijn. Allereerst beperken we ons tot het stuk onder het wegdek. Dus Osta liet net al een foto zien hoe die tuikkabels vanaf die verankering door het wegdek naar boven gaan. En wij beperken ons met de visuele inspectie dus echt tot die onderste paar meters. Dus op de figuur die u hier ziet, ziet u aan de bovenzijde de horizontale lijn. Dat is het wegdek, waar de strengen uiteindelijk doorheen gaan. En de onderste horizontale lijn is een werkvloer. Die is sinds kort aangelegd, omdat er veel werkzaamheden op de brug plaatsvinden. En voordat die werkvloer er was, moesten we met de inspectiewagen boven water. Maar nu kunnen we dus gebruik maken van die werkvloer. Dus los dat we kijken enkel naar het stuk onder het wegdek. Maar er komen nog een paar beperkingen bij. Allereerst het alleronderste stuk. Dus dat is het stuk waar echt de verankering zit. Daar valt qua draadbreuk ook niet heel veel over te zeggen. Dus hier ziet u een foto links onderin. Dat zijn die luiken die Osta noemde, die opengemaakt kunnen worden om te kijken. Maar dat is de plek van de kabel waar al die draden eigenlijk weer een klein beetje uiteen gaan. En waar het gevuld is met vet en met lijm. En daar zit dus een zo grote pot omheen dat we qua draadbreuken daar niks over kunnen zeggen. Overigens de foto daarboven,
is een foto van gemaakt vanuit de tijd dat er nog geen werkvloer was. En dan moesten we met de inspectiewagen boven het water hangen. Dus dat onderste stuk valt af, maar eigenlijk het bovenste stuk valt ook af voor de visuele inspectie. En er zijn twee redenen toe. Enerzijds zitten daar de bypasses op sommige strengen. Dus dat zijn eigenlijk klemmen die om de streng geklemd zijn, waardoor je de streng zelf niet meer kan zien. Over die bypass straks nog meer. En anderzijds, vlak daarboven, waar de streng alweer het dek ingaan, daar zit een hele dikke coating om de streng. Daar zit een soort brandwerende deken, er zit gaas. Dus ook daar is de inspectie vrij lastig. En wat dan overblijft is eigenlijk alleen dat stuk in die klimaatkast, dat middelste stuk. En dan hebben we het over pakweg 2 meter per streng die je visueel kan inspecteren. Ostal gaf al aan, het zijn er 6 naast elkaar. Dat heb ik geprobeerd met deze foto's weer te geven. Dus het zijn eigenlijk 2 lagen in die klimaatkast, gescheiden door een wand, waar 6 strengen naast elkaar liggen. En waar wij dan tijdens de visuele inspectie inkruipen om te kijken. En op de onderste foto, om het even in perspectief te plaatsen, ziet u mijn 1,90 meter in verhouding met de ruimte die er is. Dus comfortabel is het allerminst. En een andere belangrijke beperking is dat we, zoals al gezegd, we moeten ons beperken tot de buitenste draden. Dus we kunnen niet tot die kern van die kabel komen, we kunnen alleen die buitenste Z-draden inspecteren. En de breuken zelf, zoals Oster al zei, die verwachten we eigenlijk in die ruimte waar dat water in is gegaan. Dus op die plek waar die endoscopiebeelden van waren. En ook daar kunnen we dus niet zo goed inspecteren. Dus de echte breuk zelf kunnen we niet zien. Wat we wel kunnen zien is of er iets veranderd is aan de staat van de losse draden. Dus wat we hebben gedaan is onderscheid gemaakt tussen verdacht en gebroken. Sommige draden weten we zeker dat die gebroken is als we zien dat die echt fysiek los is. Soms hebben we vermoeden. En we markeren het ook op de strengen, op de draden zelf. Zodat we de veranderingen in de tijd kunnen zien tussen draden. Daar heb ik een aantal afbeeldingen van. Hier ziet u 2 draden in zo'n streng van draden die geel gemarkeerd zijn. Geel staat bij ons voor verdacht. We vermoeden dat ze gebroken zijn, maar we weten het niet zeker. De reden dat het hier als verdacht is gemarkeerd is dat we op zich niks geks aan de draden zelf zien. Maar we zien wel dat iets dichter bij het blok, dus in de foto iets meer naar boven, iets boven de gele streepjes, zien we wel dat de coating gebarsten is. Dus we hebben wel een vermoeden dat er iets aan het gebeuren is met die draden. Maar we kunnen niet met zekerheid stellen dat ze gebroken zijn. En een ander voorbeeld is hier te zien. Hier ziet u een draad die eerst geel gemarkeerd was, later rood. Dus in eerste instantie wisten we niet zeker of iets aan de gang was. Maar later konden we wel met zekerheid stellen dat die gebroken was. Omdat hier niet alleen een barst in de coating ziet, maar we zien ook ruimte tussen de draad en zijn buren. Dus daar is fysiek iets aan het gebeuren. Op deze manier proberen we de staat van de strengen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ik heb nog 1 laatste afbeelding waar we wederom niet echt kijken naar de breuken zelf. Maar wat hier opviel was dat de coating begon te barsten en wel op meerdere plekken. En daar is heel duidelijk de slag van de kabel te zien. En dat met elke, uit mijn hoofd is het ongeveer 80 centimeter, zien we opnieuw dezelfde draden die zorgen voor een barst in de coating. Dus dan is het vermoeden dat er ergens een breukje plaatsvindt, worden die draden iets gaan zetten en dat diezelfde draad over de gehele lengte ervoor zorgt dat de coating gaat barsten. Dan geef ik nu graag weer het woord terug aan Ostag en dan kom ik straks nog bij u terug met een aantal voorbeelden over proeven die we bij TNO in het lab hebben gedaan. Ja, Stefan, dankjewel. Voor het beeld, om te schetsen om een keer voor u ook onder de brug te zijn, om een keer te zien hoe dat eruit ziet. U begrijpt, hè, de resultaten van de inspecties, die moeten eigenlijk zo behoudend mogelijk worden geïnterpreteerd. Vooral omdat we echt de vermoedelijke locatie van de draadbreuken niet werkelijk kunnen inspecteren. Alleen de indirecte gevolgen daarvan. Dat betekent dat in alle analyses worden alle tekenen die wijzen op een gebroken draad, dus ook mogelijke gebroken draden, dat die als gebroken worden meegenomen in analyse. Daarnaast wordt over de omtrek van de streng, dus ook wanneer daar een draad is gebroken, de achterliggende draad, er wordt een deel corrosie in rekening gebracht, afhankelijk van de tijd. En ook van de agressiviteit van het milieu.
Nou, daarbij moet wel gezegd worden dat de draden afzonderlijk ook thermisch verzinkt zijn. Dus ze hebben wel enige weerstand tegen corrosie. Goed, dat geldt voor de weerstandskant. Voor de belastingkant zijn een aantal aannames die we doen. Hè. We nemen de kabelkracht bepalen op basis van een rekenmodel die de werkelijkheid zo goed mogelijk benadert. En daarnaast op het moment dat een draad breekt, hè, een bundel bestaat uit 6 strengen. Je kunt zich voorstellen dat als van 1 streng een draad breekt, dat die kracht zich over die verschillende andere strengen gaat herverdelen. Nou, dat nemen we niet in rekening. De restdoorsnede van de streng die moet in staat zijn om die volledige oorspronkelijke kabelkracht op te kunnen nemen. Nou, op basis van deze aannames is een toets gedaan op de statische weerstand. En ja, tot op de dag van vandaag voldoen alle strengen daar nog aan. Daarnaast hebben we gekeken naar vermoeiingscapaciteit van de strengen. TNO heeft daar een uitgebreid onderzoek voor uitgevoerd. We hebben daarbij gebruik gemaakt van delivery tests. Het fenomeen wat we zien, draadbreuken, is niet zo in de literatuur gedocumenteerd dat we daar één op één een soort van vermoeiingsanalyse op kunnen uitvoeren. En we hebben gebruik gemaakt van delivery tests van het verleden, toen de locked coil cables nog veelvuldig werden gemaakt. Nou, die tests zijn niet altijd opvraagbaar en zijn ook niet altijd even goed gedocumenteerd. Wat die tests documenteren is bij een bepaalde spanningsgrempel, bepaalde aantallen, het ontstaan van de eerste draadbreuk. En dat is eigenlijk belangrijk, want dat is het begin van dat proces wat je met vermoeiing in kaart kunt brengen. En TNO heeft een rekenmodel ontwikkeld wat dan vervolgens kijkt wanneer de tweede draadbreuken optreedt en uiteindelijk ook wanneer het bezwijken van de totale streng dan plaats zal vinden. En als we dat uitzetten, u ziet op de grafiek eigenlijk een samenvoeging van al die verschillende delivery tests, maar dan uitgezet naar het einde, hè, het bezwijken van de streng. Dat zijn kabels met verschillende diameters, met verschillende spanningsniveaus, genormaliseerd tot één curve. Als daar dan een weerstandscurve, een SN-curve van wordt afgeleid, dan ziet u dat die uitkomt op een lijn, op karakteristieken van de lijn die overeenkomen met de eurocode. Dus dat gaf wel vertrouwen dat we deze methode, dit model goed konden gebruiken. En dan kijken we naar de groep B2, hè, die fully locked coil ropes, die een detailklasse hebben van 150 met een helling van 4. Nou, als we daar de strengen van de Galenkoppenbrug uitzetten tegen de vermoeiingsbelasting die we in een eerder monitoringsprogramma hebben herleid, dan vinden we eigenlijk geen draadbreuk of eigenlijk niet dit soort schade kunnen we niet verklaren. Daardoor zijn we verder gaan zoeken en kwamen we op een artikel geschreven door diploma-ingenieur Michael Schmidmeijer in 2016, die het effect van buiging onderzoekt. En nou, je kunt zich voorstellen in de klassieke kabeltheorie, dan neemt een kabel geen buiging op, er zitten alleen normale krachten in. Schmidmeijer die heeft een aantal onderzoeken gedaan, laboratoriumproeven, waaruit hij constateerde dat er wel degelijk onderdelen van een streng zijn waar een effect van buiging zou kunnen optreden. Dan hebben we het over de eerste spanningsverdeling naast de doorsnede. Dus je ziet op het eerste plaatje links een doorsnede van een geslagen streng. Het tweede plaatje, de spanningsverloop over de doorsnede, wanneer het een samengestelde doorsnede is. En dat is wanneer de wrijving tussen de draden heel hoog is. Nou, Schmidmeijer maakte onderscheid tussen twee delen van de streng. De verankering, nou, daar zijn de onderlinge verplaatsingen tussen de draden heel laag. Daar is het buigingseffect ook heel laag. Het vrije lengte. Nou, we hebben in het onderzoek hebben we gekeken van, kunnen we zo'n effect van buiging, zouden we dat zelf kunnen nabootsen? En daarvoor hebben we met TNO in een lab een oude streng van de brug bij Ewijk uit opslag gehaald, in een trekbank gezet. Je ziet iets meer dan 5,5 meter. En op 3 locaties van sensoren voorzien. En op locatie nummer 2, daar hebben we incisies gemaakt met een dremel, hebben we draadbreuken geforceerd en er vervolgens gekeken wat de rekken deden op de verschillende doorsneden, op de verschillende draden bij het ontstaan van een draadbreuk.
En die locatie, die 670 mm, locatie 2, dat is de locatie waar we ongeveer verwachten in de strenge op de Galenkoppelbrug waar de draadbreuken zich bevinden. Nou, uit die sommen bleek dat de spanningstoename in nabijgelegen draden van een gebroken draad toenam met een factor 1,5. Nou, dat was hoger dan Schmidmeier veronderstelde. Hij baseerde dat enkel op het buigingseffect. En wij konden ook wel wat effecten van buiging zien, maar we hebben dat ook gewijd aan de naastliggende draden. Die worden op wrijving, wordt die kracht overgedragen van de gebroken draad. Waardoor dus het spanningsniveau in die naastgelegen draden een stuk hoger kwam te liggen als de oorspronkelijke. Nou, en dit effect, die spanningsverhoging met een factor 1,5, hebben we in het rekenmodel ook ingebouwd. En toen kwamen we op waardes met draadbreuken en voorspellingen die uit overeenkwamen met wat we uit inspecties zagen. En in die modellen namen we dus ook dat effect van corrosie mee, wat ik eerder heb uitgelegd. Nou, deze rode lijn die geeft weer wat het rekenmodel verwacht aan draadbreuken. Nou, dit is een voorbeeld van een streng die daar precies overheen kon liggen. Met de blauwe kruisen zijn de draadbreuken gemarkeerd die we tijdens de inspecties zijn tegengekomen. Nou, u ziet natuurlijk ook dat die lijn heel stijl omhoog loopt. Dus dat was wederom een aanleiding voor ons om ook die kabelvervanging om daar nadruk op te blijven leggen. Een van de dingen die we toen ook gedaan hebben, uit die vermoeiingsanalyse bleek dat er één streng niet aan het vermoeiingscriterium voldeed. En drie strengen die dicht in de buurt kwamen. Dus hebben we besloten om die te versterken met een klem, de zogenaamde bypass. Nou, je ziet er hier twee boven elkaar in de figuur. Die bypass die bestaat uit twee halve schaaldelen die op elkaar worden geklemd met voorspanbouten op enige afstand van de verankering. Aan die klem zitten twee ankerstaven en die leiden en die worden afgedragen op de bestaande verankeringsbalken met verankeringsblokken. Die ankerstaven die kunnen op kracht worden gebracht. Dat zijn dan dat is 350 kN in totaal, 175 kN per staaf. En die klem wordt dan na het ankerblok toegetrokken, zodat het gecorrodeerde deel van de streng wordt ontlast. Met 350 kN en ter vergelijking de SLS-belasting in zo'n streng is ongeveer 2100 kN, 2 meganewton. Nou, op de foto ziet u de bypass-klemmen die zijn geïnstalleerd. En nou, de eigenschap van die klem is dat die op wrijving werkt. Dus die klemdelen worden tegen elkaar aangedrukt. En vervolgens worden die spanstaven op spanning gebracht. En op wrijving wordt die kracht van de klem overgedragen op de streng. Nou, dat vinden we wel een verbinding of een krachtsafdracht waar we zeker van willen zijn dat die werkt en ook op termijn. Dus hebben we daar een aantal proeven op uitgevoerd. We merkten ook bij het aanspannen van dit soort klemblokken. Er zitten er meerdere voorspanbouten op. En die halve schaaldelen die schotelen een beetje om die streng heen. Je kunt je voorstellen als er een aantal bouten om en om aangedraaid worden, dat die klem gaat roteren, gaat wippen rondom die streng heen. En dat het heel moeilijk is om de exacte kracht te benaderen uiteindelijk in die streng. Of in die klem. En dat terwijl die klem die heeft een minimum en een maximum waar die tussen moet blijven. Dus we wilden daar een voorspanprotocol voor ontwikkelen. Daar zal Stefan zoiets over vertellen. Ik wil ook eerst nog even een plaatje laten zien van de sliptest die we ook hebben uitgevoerd. U ziet hier diezelfde klemdelen met behulp van dat voorspanprotocol vastgemaakt aan een streng. Die in een trekbank was gezet. En die met een vermoeiingsbelasting belast, dus met een trillende, wisselende belasting. En vervolgens hebben we gemeten of daar ook verplaatsingen optreden. Want we wilden absoluut niet dat die in de komende 3-4 jaar zou gaan verschuiven. Nou, om deze teaser te houden, om te weten of die bypass daaraan voldoet, zou ik graag Stefan het woord geven. Yes, dankjewel, Osta.
Ja, we hebben dus een aantal proeven gedaan in het lab bij TNO om onderzoek te doen naar die bypass. Er zijn een aantal die ik wilde bespreken vandaag. En eigenlijk met de reden wat Oster al zei, die klem die berust op wrijving. En daar zijn drie dingen belangrijk. We wilden de bouten op gelijke spanning kunnen brengen. Dus daar moest een protocol voor komen. We wilden ervoor zorgen dat die bouten ook op spanning bleven, op gelijke spanning. Vandaar dat we hebben gekeken naar de afname in boutkracht gedurende de tijd. En we wilden dat de klem als geheel bleef zitten, dus dat die niet mocht slippen. En daarvoor hebben we de sliptest gedaan waarvan u net de foto zag. Nou, om met de eerste te beginnen, dat voorspanprotocol. Wat al werd gezegd, we wilden 6 bouten aanspannen. Maar je wil voorkomen dat die klem gaat wippen en dat die aan de ene kant strakker aan ligt dan aan de andere kant. Dus wat we gedaan hebben is een protocol opgesteld. Hiervoor hebben we iets andere blokken gebruikt dan uiteindelijk op de brug worden gebruikt. Dus hier ziet u een foto uit het lab waar we blokken hebben met 6 bouten. En daarvoor hebben we eigenlijk een slappe streng gebruikt. Dus wel een streng van de brug, maar die gewoon plat op een stellage ligt. En hebben we de bouten aangespannen. En meten we de boutkracht met de ringkrachtondernemers, die uiteindelijk ook op de brug gebruikt gaan worden. En ook met de rekstroken die rond de omtrek van de bout zitten. Nou, wat uit dit onderzoek naar voren kwam, was dat er een aantal conclusies wat tot dat protocol heeft geleid. Maar de belangrijkste zijn dat we het aanspannen per blok kunnen doen. Dus eerst het eerste blok, dan het volgende blok. Dat we met het liefst 2 bouten tegelijk willen aan gaan spannen. Dus in de bovenste figuur ziet u de volgorde aangegeven voor de blokken die we in het lab hebben getest. En daaronder voor de blokken op de brug waar meer bouten zitten. Dus de cijfers geven de volgorde aan. Maar ook dat we in meerdere stappen moeten gaan aanspannen. Dus niet in één keer van geen kracht naar de maximale kracht. Maar dat we dat in stapjes willen opbouwen. En daarmee ook meteen het vierde punt van deze slide. Dat we het moment dat we gebruiken, willen we steeds laten afhangen van de kracht die gemeten is in de vorige stap. Dus als bleek dat die toch net iets te ver of net niet ver genoeg was, dan kunnen we daarvoor compenseren in de volgende stap. En nou, dat heeft ervoor gezorgd dat we hele mooie resultaten hebben gehaald in het lab, waarbij we al die bouten op gelijke spanning konden brengen. Het tweede punt wat ik al noemde, het is leuk als we die spanning erin kunnen krijgen, maar die bouten moeten ook op kracht kunnen blijven. Daarvoor hebben we voor een aantal proeven gekeken hoe de kracht afneemt in de tijd. Dat hebben we voor verschillende configuraties gedaan. En de figuur die u hier ziet is eigenlijk de eerste test die we hebben gedaan. Dus dit betreft nieuwe bouten, een nieuw blok. En ook dus die nieuwe streng die nog nooit was belast. Die nogmaals gewoon slap zonder spanning op een stellage ligt. En wat u dan hier ziet is eigenlijk het percentage van de boutkracht van de 6 verschillende bouten in 1 blok. Dus dan is goed te zien dat op donderdag 5 uur toen we klaar waren met aanspannen, zat overal 100% van de gewenste kracht in. Maar de volgende ochtend toen we terugkwamen op vrijdagochtend was er al op sommige plekken 10% van de kracht afgenomen. Misschien een groot verschil als we geen streng gebruiken, maar een massieve staaf. Dus wat we hier hebben gedaan is eigenlijk omdat we weten dat de werkelijkheid zit tussen de werkelijkheid is een gespannen streng. Dus dat zal tussen een slappe streng en een massieve staaf inzitten. Dus we hebben gekeken wat nou als we die blokken op een massieve staaf doen. Nou, dan ziet u deze figuur. Dan ziet u al meteen dat over een periode van 3 tot 4 dagen de afname in boutkracht vele malen minder is dan wat we in de vorige figuur zagen. Ik heb nog een derde plaatje en daarin is te zien als we meerdere blokken boven elkaar hebben geplaatst op die streng die onder spanning zit. Dus ter voorbereiding van de uiteindelijke sliptest, wat er dan gebeurt met de boutkrachten. In de bovenste figuur ziet u dan de afname over een periode van bijna 2 weken. En hierin is goed te zien dus dat het grootste deel van de afname van de boutkracht vindt plaats in de eerste 24 uur. Als we kijken naar de hele week erna, dan is er nog steeds wel afname, maar die afname is veel minder. En we hebben gezien dat logaritmisch met de tijd is. De tweede figuur daaronder laat zien, nadat we klaar waren met de proeven, dus eigenlijk klaar met de bovenste figuur, hebben we gekeken, kunnen we nou eens die bouten nog aandraaien en werkt het dan nog steeds? Dat hebben we gedaan in die tweede figuur, dus alle boutkracht zijn weer naar 100% gebracht. En dan is dus te zien dat wederom in een periode van in dit geval 2 dagen, de afname alweer een stuk minder is. Maar wel is hier duidelijk te zien, er staat geen legende bij in de onderste figuur, zie ik. Maar dat er hier een verschil zit tussen links en rechts. Dus dat het toch lastiger aanspannen is, terwijl hij in de constructie op een streng hangt, dan wanneer hij netjes op de vloer ligt. De conclusie heb ik eigenlijk al genoemd. Dus er zit een relaxatie in en die is logaritmisch met de tijd.
En de grootste relaxatie zit in de eerste 24 uur. Maar we hebben ook aangetoond dat het mogelijk is om die bouten weer terug op spanning te brengen. Dus dat is ook een van de adviezen, dat als ze op de brug zijn toegepast, dat dan na 24 uur wordt gekeken in hoeverre de krachten zijn afgenomen en of er weer een keer aangespannen moet worden. Dan ga ik snel door, want we hebben nog één test die ik graag wil benoemen. Ostar liet hier net al een foto van zien, de sliptest. Uiteindelijk na al deze testen wat we gedaan hebben, is de volledige mock-up van de bypass opgebouwd op een streng van brug Ewijk. Die streng hebben we allereerst onder de permanente belasting gebracht, zoals die ook op de Galenkoppenbrug aanwezig is. Vervolgens hebben we volgens het voorspanprotocol die klemmen erop gebracht en alle bouten op spanning gebracht. En tot slot ook die ankerstaven daar de nodige kracht in gedaan, zodat het onderste deel van de streng, dus onder in deze figuur, dat daar minder kracht in kwam. Vervolgens hebben we die gehele streng hebben we wisselend belast met een spectrum zoals dat voorkomt op de brug. Waarbij we een aantal zaken hebben gemonitord. Allereerst dus de boutkrachten. Dus hier ziet u eigenlijk een ingezoomde foto op de bypass met 24 bouten met allemaal hun eigen ringkracht opnemen. Die werden continu uitgelezen. We hadden de kracht in de ankerstaven werden ook gemeten met loadcells. En de verplaatsing van de blokken van de bypass zelf werden gemonitord met lasers. Dus dit waren lasers die waren bevestigd op de streng en die schenen naar de bovenkant en naar de onderkant van de klemblokken. En daar waren we eigenlijk vooral in geïnteresseerd van, blijft die klem dan goed zitten als we hem wisselend gaan belasten? Nou, daar is het volgende plaatje voor. Dus wat we gedaan hebben is, zoals ik al zei, een spectrum toegepast zoals het in de brug, op de brug voorkomt. En we hebben ervoor gekozen om een jaarspectrum te definiëren en dat 4 keer achter elkaar toe te passen. Dus dat ziet hij ook hier in de figuur rechts. Daar ziet hij op de horizontale as de tijd, op de verticale as de verplaatsing van 2 van de 4 lasers. En je ziet duidelijk die 4 losse blokken van die 4 afzonderlijke jaren. En de pauze in het midden is omdat het zaterdag en zondag was. En toen waren we niet aan het werk. Wat we nog meer hebben gedaan, behalve dat spectrum, is ook elke 2 testuur eigenlijk een extreme belasting toegevoegd. Een veel grotere belasting dan wat voorkomt. En dat zijn dus de verticale pieken die je ook ziet in de figuur. Wat heel belangrijk hier is om te beseffen, is eigenlijk de schaalgrootte, de grootte van de assen. Dus beide lasers beginnen met een positie 0, op tijdstip 0. En u ziet met name in die blauwe laser, ziet u wel iets van een buiging in het begin. Dat zien we beter als we inzoomen in deze figuur. Maar we hebben het nog steeds over verplaatsingen in de orde grootte van 0,05 mm. Dat zijn nog steeds hele kleine verplaatsingen. En de band die u ziet, is geen ruis, maar dat komt omdat de laser is bevestigd op de streng en die meet de afstand tot het blok. Maar dat stukje streng tussen laser en blok, dat zet natuurlijk ook uit met die wisselende belasting. Vandaar dat we hier ook datzelfde patroon terugzien. Maar voor ons was dit een hele belangrijke conclusie, dat die klem dus inderdaad goed op zijn plek blijft. Nog één slide, want uiteindelijk wilden we natuurlijk wel kijken wanneer gaat die klem nu slippen. Dus wat we daarvoor gedaan hebben, is de kracht in de ankerstaven eigenlijk net zo lang opgehoogd, totdat er zoveel kracht overnamen dat die toch begon te slippen. Dat lukte niet met de volledige constructie, want daarvoor moest de kracht te hoog worden voor de opstelling. Dus wat we gedaan hebben is eigenlijk gehalveerd, dus 2 van de 4 blokken verwijderd. En vervolgens weer die kracht in die ankerstaven opgehoogd. En dan ziet u hier in de bovenste figuur op de verticale as de kracht en op de horizontale as de tijd. En dan zien we dus dat de kracht ging ophogen en op een bepaald moment rond 1300 kilonewton konden we de kracht niet verder opnemen omdat het blok begint te slippen. En dat is ook te zien in de onderste figuur waar op de horizontale as de kracht staat en op de verticale as de verplaatsing. En ook daar is te zien dat rond die 1300 kilonewton de verplaatsingen beginnen toe te nemen en de klem begon te slippen. Maar goed, dit is geen probleem, want nogmaals, we deden het puur om te kijken wanneer gaat hij nu slippen. Maar uit deze berekeningen bleek dat de wrijving die we hebben gemeten in het lab exact, of bijna exact, overeenkomt met de wrijving die is aangehouden in de berekening. Dat was het voor mijn deel voor de testen en dan wil ik graag weer het woord geven aan Ostar. Dankjewel Stefan. Nou, ik heb nog wat laatste slides wat betreft de bypass. Nou, u ziet dat ze hier hangen. Door de verschillende onderzoeken, maar ook de ervaring van AROP, hebben we voldoende vertrouwen in het toepassen van de bypass. U ziet hier ook 2 hangen.
Wat misschien wel opvalt is dat er een heleboel draden uitkomen. En dat komt omdat er op bijna alle onderdelen van de bypass een sensor zit. Zoals iedere voorspanbout is met een ringkrachtopnemer gesensord. De ankerstaven ook, en er zitten rekstroken op de streng. Gewoon om bij te houden hoe het met de staat van de bypasses is. Daarvoor heeft AROP ook een dashboard gemaakt waar we toegang toe hebben. En kunnen zien hoe het met de spanningen en de krachten ten plaatse van de bypasses gaan. Nou ja, samen met de maandelijke inspecties, het opnieuw installeren, het aanpassen van de klimaatkasten en de verschillende onderzoeken die we hebben gedaan, het bepalen van de constructieve veiligheid, hebben wij als Rijkswaterstaat voldoende vertrouwen gekregen in de staat van de taaier tot aan de vervanging. En nou, er zijn sinds april 2022 ook geen draadbreuken, zowel draadbreuken als vermoedelijke draadbreuken meer geconstateerd. Dus de situatie rond de taaier lijkt zich nu te hebben gestabiliseerd. Heb ik nog een paar slides over om naar de toekomst te kijken. We hebben deze problematiek ook aangegrepen om een onderzoek uit te gaan voeren op het gebruik van akoestische emissie. Milan Velkovic heeft daar al iets over verteld. Een van de toepassingen is het registreren van draadbreuken middels akoestische sensoren, kleine microfoontjes. Je ziet er hier een paar op een streng geplakt, magnetisch en ook met een lijm. Dit was een kalibratietest. Dan wordt er op de kop van de verankering wordt een geluidssignaal aangebracht. En dan kunnen we hier dus het verloop van dat geluidssignaal over de lengte van de streng zien. Om de akoestische karakteristieken van zo'n streng vast te kunnen leggen. En dat is belangrijk als je een stuk streng wil monitoren. Op welke afstand, welke minimale afstand de sensoren geplaatst moeten worden. Maar voordat we dit echt gingen toepassen. In werkelijke toepassingen is het zo dat de sensoren op de verankeringskoppen zitten. Op 24 van de 48 verankeringslocaties is een streng gemonitord. En de luxe is dat we naast de visuele inspecties dus ook die akoestische emissie hebben. En we kunnen het ook met elkaar vergelijken. En tot nu toe komt het nog overeen. In de monitoringsperiode met akoestische emissie hebben we geen signaal van een draadbreuk waargenomen. En dat komt ook overeen met de inspecties. Maar voordat we dat in het echt hebben toegepast, hebben we daar eerst laboratoriumproeven op uitgevoerd. U ziet hier weer een streng van Ewijk opgespannen. U ziet er weer dat wij daar met dremels draadbreuken hebben geforceerd. En in de linkerfoto ziet u weer die akoestische sensoren op de streng geplakt. En die streng is op spanning gebracht en die draadbreuken zijn geregistreerd middels die sensoren om eigenlijk de vingerafdruk van een draadbreuk, akoestische vingerafdruk van een draadbreuk te kunnen vaststellen. En dat is de frequentie, maar dat is ook de sterkte, de amplitude van het geluidssignaal. Nou, die sensoren zien er dus nu zo uit. Ze zitten normaal gesproken in de klimaatkast. Dat is de rechterfoto. En de linkerfoto de sensoren zoals ze op de verankeringskop zitten. Nou, en dan nog het laatste over de voorgenomen, de geplande taaivervanging. Daar is een variantstudie hebben we daarop uitgevoerd. Even AROP daarop uitgevoerd. En daarin is zijn verschillende varianten afgewogen. U ziet er daar 7 staan. 5 daarvan, 4 daarvan zijn in een shortlist verder uitgewerkt. En daaruit is deze variant gekomen. En dat is wat we dat gepland staat voor in het najaar van dit jaar. En nou, ik heb vernomen vanuit Platform Stalen Bruggen dat er ook nog een presentatie komt over dit werkelijke constructieve ontwerp. Dus dat is zeer aan te bevelen. Ik hoop dat we met deze presentatie in ieder geval een goed beeld hebben gegeven van de instandhouding. En ik hoop ook dat dit u inspireert en stimuleert ook om de volgende themasessies bij te wonen. Dank u wel voor uw aandacht. Allereerst hartelijk bedankt voor de presentatie, Oster, Stefan en ook Mark natuurlijk. Het aantal vragen is heel erg beperkt in de chat. De enige vraag eigenlijk is de vraag van wordt de presentatie nog gedeeld na het webinar? We hebben voor nu gezegd, de webinar komt sowieso online op het YouTube-kanaal van Bouwen met Staal. Ik zie verder nog niks gebeuren. Nee, zo niet. Zal ik in de tussentijd
even gebruik maken van, omdat er toch veel ontwerpers in het publiek zitten, dat we vanuit Rijkswaterstaat ook een nieuwe RTD hebben, een handleiding, resultaatsbeschrijving, ontwerpdocument, kunstwerken. En dat is de fase waar we dus nu in zitten, van de DO wat door AARP is gemaakt, wordt tot een UO uitgewerkt. Nou ja, deze richtlijn die helpt de ontwerper om te begrijpen wat wij als Rijkswaterstaat onder een VO, DO en een UO verstaan. Voor beton of voor stalen kunstwerken. En ook aan welke eisen de documenten dienen te voldoen, berekeningen en tekeningen die voor ons ter beoordeling worden ingediend. Dus dat is misschien goed om te weten dat deze bestaat. Nou, ik zou zeggen, zoek hem op en kijk of u daar uw voordeel mee kunt doen.